We hebben hier de 1DX Mark III. Deze camera zouden we vandaag gaan testen in Apeldoorn, waar we de atletiekjongens een filmpje maken en laten zien hoe deze sportcamera uniek is in zijn snelheid. De cases die in de camera ingebouwd zijn, zijn 4 voorgeprogrammeerde cases en 1 case is een automaatcase die zelf leert hoe de camera moet functioneren in zijn autofocus. De trekkingssnelheid en de gevoeligheid die kun je ook nog even met de hand corrigeren. Deze camera kan 20 beeldjes per seconde schieten. Ook de live view van deze camera is perfect om daarmee te scherpstellen. Dat laat ik zo meteen ook in het filmpje zien. En het leuke is dat deze camera eigenlijk al die foto's mooi scherp maakt. Voor de persfotograaf is het natuurlijk belangrijk dat je foto's die je gemaakt hebt ook snel kan versturen. Zodat je uiteindelijk een goede foto bij de redactie krijgt. Wat ook dan heel bijzonder is, is dat eigenlijk je de redactie de mogelijkheid kunt bieden om tijdens het fotograferen mee te kijken in de camera en zelf een foto te laten selecteren. Zodat jij je eigen kan richten op het werk. De camera is supersnel. Hij is met een Digic 8 autofocus processor uitgerust. En daarnaast heeft hij een normale processor voor zijn andere werkzaamheden. Ten opzichte van de 1DX Mark II heeft deze 1DX Mark III zo ontzettend veel wijzigingen. Er zijn wel 100 verschillende wijzigingen waarop de camera zich verbeterd heeft. Maar de belangrijke wijzigingen zitten natuurlijk in het autofocus systeem. Zowel de autofocus op de sensor als autofocus via de normale meetsensor die onder de spiegel zit, werken natuurlijk bijzonder goed. Het autofocus systeem van deze camera is supersnel en altijd accuraat. Op een accu kan je ruim 2000 foto's maken. Dat is natuurlijk een groot verschil ten opzichte van de 1DX Mark II, die er zo'n 1000 foto's ongeveer op een volle accu schoot. Dat komt natuurlijk omdat de processor die in de camera zit en andere functies die in de camera zitten een stuk zuiniger zijn gemaakt. Nou, je kunt de camera natuurlijk verbinden via een FTP server en dan snel die foto's doorsturen naar de pers. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon je wifi erin zitten, dat je eigenlijk gewoon via de app van Canon, Canon Connect, ook gewoon je foto's via wifi kan versturen. De snelheid van de camera is natuurlijk 1, maar het is ook een hele robuuste camera. Het is een camera die goed tegen vocht en tegen zand kan, zodat je eigenlijk optimaal onder moeilijke omstandigheden kan fotograferen. En dat je altijd een goede camera in je hand hebt. De sluiter van deze camera is ook verbeterd. Hij is nu in ieder geval gegarandeerd dat hij minimaal 400.000 kliks aan kan. We hebben de touchscreen van de camera. Dat is natuurlijk ook erg handig in de live view, dat je echt aan kan geven waar die zijn focus moet richten. Deze camera is natuurlijk heel goed te fotograferen, maar daarnaast heeft deze camera natuurlijk ook nog een fantastische filmfunctie, dat zouden we bijna vergeten. Je kan hier 4K filmen, 60 frames per seconde. Knopje aan de achterkant voor je autofocus zones. En via het F1 knopje aan de voorkant kun je dus de verschillende zones kiezen die je wil gaan gebruiken. En met de joystick kun je je autofocus zones nog verplaatsen, dus omhoog en omlaag. En de camera kiest daarin binnen automatisch zijn scherpstelpunt. Het volgen van deze camera voor het autofocus systeem, dus de tracking eigenlijk van de camera, kun je natuurlijk in verschillende cases instellen. Je hebt de 4 cases die staan voorgeprogrammeerd en je hebt 1 case waar die automatisch zijn scherpstelling aanpast aan het onderwerp. We gaan nu wat atletieke mensen fotograferen en je zult zien dat de autofocus, laat via de live view zien, makkelijk kan volgen. We kiezen nu voor de live view functie om het op het beeld te laten zien, maar je kan natuurlijk ook via de zoeker goed fotograferen. Met live view uitschakelen, gewoon op de normale manier met een spiegelreflex gewend bent. Maar deze camera is razendsnel in de live view en ook daarin heeft hij zijn autofocuspunten op de sensor zitten. We hebben de live view op volgen gezet en je ziet nu dat hij 20 beeldjes per seconde mooi scherp stelt en elke beweging goed te zien is. We in RAW geschoten hebben, super snel. En je ziet dus dat alle beelden zijn mooi scherp. Ik heb van een lage positie uitgefotografeerd om uiteindelijk een mooie scherpe foto te maken. Op 6400 ISO en 320 van de seconde diafragma 4,5. En alle foto's, een hele serie, zijn hartstikke scherp. Ideaal voor de sportfotografie. Wil je nou meer weten over deze apparatuur? Ga dan naar fotodevakman.nl of kom naar onze winkel in Uden of in Wijchen. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste spullen? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal.